De coronasnelteststraat voor ondernemers aan de achterzijde van het medisch centrum Beekendonk aan de Waterhoenlaan is in de nacht van vrijdag op zaterdag met vuurwerk vernield. Deze coronateststraat was vorige week maandag in gebruik genomen op initiatief van huisarts Geert Oelemans en ondernemer Mark Bankers. De isolatiepost van de huisartsen ernaast bleef intact. Burgemeester Van der Meijden van Laarbeek zei tegen Omroep Contact er alles aan te doen om de daders op te sporen. Volgens hem mogen we dit als samenleving niet tolereren. Nee, dat is niet positief. Dit bedenk je natuurlijk niet, hè? En dit wil je altijd voorkomen, dat je op deze manier in de publiciteit komt met elkaar. Ja. Een mooie gemeenschap. Ik zag vanochtend de reactie, u was ontzettend boos. Ja, en nog steeds een beetje, moet ik bekennen. Kijk, wat hier gebeurd is natuurlijk ongehoord en ongekend. Achter mij kun je dat goed zien. Dat we de isolatiepraktijk bij Geert Oelemans, juist een huisartsenpost die proactief is en die probeert het allerbeste te doen voor mogelijke patiënten met het coronavirus en ook nog testen hier in deze locatie. Juist die locatie is getroffen door iets wat je niet wenst, door een vuurwerkbom. En daarmee moeten we de unit als verloren beschouwen en dat is buitengewoon vervelend en dat wil je niet. Nee, nu is er ontzettend veel politieaandacht de hele ochtend. Ja. De recherche heeft zelfs onderzoek gedaan. Ja, is dit nou gewoon vandalisme of is het toch echt een aanslag tussen haakjes? Nou, dat moet onderzoek uitwijzen, maar ik kan u dit vertellen dat we erg gemotiveerd zijn om hier de daders te achterhalen. Maar is er een mogelijkheid om die daders te achterhalen? Zeker. Hè. Politie en recherche nemen het hoog op met ons en we proberen dat te doen. En dan uiteindelijk moet het recht zijn beloop hebben. Hè? Als we die daders achterhalen, en daar is de politie voor en recherche, moet het Openbaar Ministerie dat verder voorgeleiden en afhandelen. Ja, dan kom je hier aan. Wat tref je dan aan? Nou, de eerste melding dacht ik inderdaad dat het tentje zou zijn van waaruit we de testen voor de snelteststraat doen zou zijn. Maar dat was niet zo. Het was echt de kantoorunit die wij achter de praktijk hebben geplaatst. Daar was volledig met linten was de straat afgezet. Er lag overal puin tot 20 meter van de unit af. De rolluik was er afgeslagen. Het hele kozijn is ontwricht. Het ligt er helemaal uit. En binnen is het, en daar mocht ik eigenlijk nog niet bij komen. Want het recherche-team was bezig met onderzoek. Dus het was een beetje CSI Laarbeek. En toen ik binnen mocht kijken, één grote puinzooi. Echt verschrikkelijk. Wat betekent dit nou voor jullie eigenlijk als ondernemers zijnde? Want je hebt eigenlijk iets opgestart en nu? Nou, ik vind het vooral voor de patiënten in Laarbeek. Onze patiënten die wij graag veilige zorg willen bieden. En die wij dus in deze unit zien als we ze verdenken van coronaklachten. Hè, zodat we de reguliere zorg in onze eigen praktijk op gang kunnen houden. Vind ik het heel triest, want op deze manier proberen wij veilige zorg te leveren. En dat wordt nu onmogelijk gemaakt, zou je denken. Maar het lijkt een beetje een actie gericht op mensen die zich die moeite hebben met de maatregelen die corona met zich meebrengen. Ja, maar betekent het dit dus einde verhaal? Of zeggen jullie van nou, we willen zo snel mogelijk weer aan de slag? Nee, wij gaan gewoon door. We hebben natuurlijk gewoon onze praktijkvoering. En we hebben, ik heb contact gehad met Multihome. Dat is het bedrijf in Veghel wat deze container zeg maar heeft geleverd. En die komen de oude ophalen zometeen. En daar komt meteen een nieuwe voor in de plaats. Dus wij gaan gewoon door. Dus ja. Komende week misschien een paar dagen vertraging, maar dan wordt gewoon de test weer afgenomen. Maandag gaan wij onze zorg gewoon weer voortzetten zoals we deden. We gaan daar mensen zien die ziek zijn, die we verdenken van corona. En we gaan ondernemers helpen die graag een sneltest willen. Dan kan dat ook gewoon weer. Dus wij gaan maandag gewoon weer door. We laten ons niet uit het veld slaan. We buigen niet zeg maar voor dit soort daden. Want dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Getuigen die in de nacht van vrijdag op zaterdag iets hebben gezien in de omgeving van het medisch centrum worden verzocht zich te melden bij de politie 0900 8844 of meld misdaad anoniem 0800 7000.